Meer en meer dan één golf door een ruimte beweegt en dus meer dan één golf bij een bepaald punt, in dit geval p, aankomt, dan krijg je dat punt p het effect voelt van beide golven tegelijkertijd. En die twee effecten mag je dan bij elkaar optellen en dat effect heet superpositie. Op het moment dat beide golven ook nog eens dezelfde frequentie hebben en ook dezelfde golflengte, dan krijg je dat er patronen kunnen ontstaan door die superpositie en dat noem je interferentie. En we gaan daar een aantal uh, toepassingen zien in uh, een waterbak en uh, in uh, uh, muziekinstrumenten, maar we gaan eerst eens kijken welke situaties kun je dan uh, krijgen door die interferentie van twee golven. Ik wil er twee uiterste situaties uithalen en de ene uiterste situatie kun je hier zien: de gele golf beweegt van links naar rechts, de rode golf van rechts naar links, en op dit moment biedt zowel de gele golf als de rode golf een dal aan in punt p. En punt p voelt dus van beide golven een, laten we zeggen, een kracht naar beneden, als de watergolf zou zijn. Uh, en die twee krachten die, mag je dus, die gaan elkaar versterken, die mag je bij elkaar optellen. Dus punt p zal een extra grote amplitude krijgen naar beneden. Hij zal versterkt gaan bewegen. Op dat moment spreken we van uh, dat de beide golven in fase aankomen. En dat zorgt ervoor dat punt p zich bevindt in een buik. En ik wil ook nog even laten zien dat dat uh, ook geldt wanneer die golven een stukje verder zijn verschoven. Dit is dus een uh, tijdstipje later en dan zie je dat uh, de gele golf nu een uh, top aanbiedt, maar de rode golf ook. Dus beide golven zullen elkaar continu versterken en p gaat dan een uh, trilling uitvoeren, maar een trilling met een grotere amplitude dan die van beide golven afzonderlijk. De andere situatie kun je hier zien, is wanneer uh, de gele golf een dal aanbiedt en de rode golf nou juist net een top gaat aanbieden. Dan krijg je twee effecten die tegengesteld zijn en punt P die gaat die twee effecten uh, voelen we dan de optellingen van en de optelling van deze beide effecten geeft eigenlijk een resultaat 0. Dus punt P zal niet bewegen. Uh, op dit moment zullen de beide golven in tegenfase aankomen bij punt P. En het zal ervoor zorgen dat punt P in een knoop komt te liggen. En de knoop is dus een stilliggend um, gebiedje. En ik zal ook nog eens laten zien dat als die golven doorbewegen, dat dat dan blijft. Ik heb hier uh, nog steeds. Nu is geel naar boven, maar rood naar beneden. En nog steeds is de optelling van beide effecten nul. Nou, we gaan deze kennis toepassen in een. Uh, Situatie van golven in een bak met water en daar ga ik een applet voor gebruiken. Ik heb hier de applet waarbij we eigenlijk van boven op een bak met water kijken en als ik nu een uh, kraan laat druppelen, dan zie je dat het zorgt voor een uh, golfpatroon uh, in, in die bak met water. Wat gebeurt er nu als ik een tweede kraan laat druppelen? Nou, dan krijg ik dus twee bronnen die met dezelfde frequentie in dit geval zorgen voor een signaal en ik krijg dan superpositie. In die hele bak met water. Al die waterdeeltjes zullen twee golven tegelijkertijd voelen. En wat je ook ziet, is dat, je een, dat er een bepaald patroon gaat ontstaan. En dat noemen we dan een interferentiepatroon. En we gaan eens dus eventjes in detail kijken of we onszelf kunnen uitleggen wat hier dan gebeurt. En dat ga ik doen door er hier een foto van te maken. Dit is een foto uit de applet die we net zagen. En kunnen we ons nu uitleggen wat we hier zien? Ja, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met uh, golven die in fase of in tegenfase aankomen. Komen ze in fase aan, dan krijg je een versterking. Uh, dan ga krijg je dus een extra grote golf. En uh, komen ze in tegenfase aan, dan zal dat oppervlakje van het water stil komen te liggen. Ja, wat er natuurlijk geldt, is dat uh, op deze rode lijn, precies tussen beide bronnen, uh, dat de afstand van de ene bron tot die rode lijn, Even groot is als de afstand van de andere bron tot een punt, een willekeurig punt op de rode lijn. En wat je dan uh, zegt, is dat het wegverschil nul is. En wanneer het weglengteverschil nul is, houdt dat natuurlijk ook in dat die twee golven precies op hetzelfde moment uh, bij die rode lijn aankomen. En dus ook altijd in dezelfde uh, fase aankomen. En je krijgt dus dat die rode lijn uh, een buiklijn is. Daar zullen de uh, water... Uh, druppeltjes extra hard bewegen onder invloed van beide golven. Het interessante is dat je natuurlijk meer dan één van de, uh, dit soort lijnen ziet, want je ziet hier ook nog twee lijnen die wat schuiner weglopen. Hoe zit het dan met die lijnen? Nou, voor die lijnen geldt dat het weglengteverschil te, van, van die lijn naar de ene bron en van de lijn naar de andere bron, dat dat niet, dat dat niet nul is, maar wel precies één golflengteverschil. En die ene golflengteverschil zorgt ervoor dat de uh, golf die van verder weg moet komen er precies één trilling langer over doet. En dus wel weer precies in fase aankomt met de andere golf. Waardoor je daar dus ook weer een versterking krijgt. En als je nu goed ziet, dan zie je dat er ook nog twee andere buiklijnen zichtbaar zijn. En daar geldt dus dat het weglengteverschil gelijk is aan twee golflengtes. Tussen die buiklijnen. Kun je ook wel iets zien, dan zie je een wat grijzig gebiedje telkens. Ja, wat, wat gebeurt er nou in dat gebiedje? Dat zijn de gebiedjes waarvoor geldt dat het weglengteverschil precies een halve golflengte is. En wat je dan krijgt is dat de twee golven in tegenfase aankomen, waarbij ze dus elkaar zo goed als compleet uh, te niet doen. En uh, die gebiedjes, die uh, knoopgebiedjes, die knooplijnen, daar heb je dus uh, waterdruppels uh, die amper bewegen. En dat geldt ook wanneer uh, het weglengteverschil anderhalve golflengte is of 2,5, uh, als het maar een geheel getal plus een half golflengteverschil is. En dit is de situatie van golven in een bak. Uh, de andere situatie die we gaan bekijken is golven in een uh, muziekinstrument. En ook daarvoor ga ik een applet gebruiken. Dit is de applet waarmee ik het gedrag in de snaar wil toelichten. En wat je hier ziet eigenlijk is een blauwe golf die, als je goed kijkt, van links naar rechts beweegt door het stuk snaar. De snaar zelf zie je niet, maar waar de golf begint, daar begint ook de snaar en waar deze lijn eindigt, daar eindigt de snaar. Op het moment dat je een snaar aanslaat, dan. Introduceer je eigenlijk heel veel verschillende golflengtes tegelijkertijd in die snaar. En wat blijkt dan te gebeuren? Vrijwel alle golflengtes doven heel snel uit en alleen maar een paar golflengtes zullen, zullen blijven bestaan en zullen zelfs een beetje versterkt worden. Hoe kunnen we nou achterhalen welke golflengtes er hier versterkt worden? Dat heeft te maken met een ander effect wat eigenlijk optreedt op het moment dat zo'n golf door een snaar beweegt. En het komt bij het einde van de snaar. Dan zal het teruggekaatst worden. En ik kan die teruggekaatste golf laten zien. Dat is deze oranje golf. En wat blijkt nou het geval? Er moet iets gelden aan de uiteinden van die snaar. En je ziet in het voorbeeldje. Als je goed kijkt dan kun je al zien. Dat daar aan voldaan wordt. Want de twee uiteinden van de gitaarsnaar. Die mogen natuurlijk nooit bewegen. Die twee uiteinden die zullen. Twee verschillende golven voelen. Uh, die, de blauwe golf en de oranje golf. Maar het uh, totaal effect van die twee golven samen moet altijd nul zijn. Want uh, die uiteinden zitten natuurlijk vast. Die kunnen niet bewegen. Nou, wat blijkt nou het geval te zijn? Uh, alleen maar sommige golven worden zo teruggekaatst in uh, zo'n snaar dat die daaraan kunnen voldoen. En wat ik hier heb getekend is eigenlijk de grootste golf die daaraan voldoet. En uh, dat noemen we dan ook uh, de grondtoon. En als ik nu zou laten zien wat die gitaarsnaar doet onder invloed van deze twee lopende golven, dan krijg ik iets wat dan heet een staande golf. En dan krijg ik een beweging die er zo uitziet. Dus die gitaarsnaar die zal zo gaan trillen, waarbij dus geldt dat de beide uiteinden niet bewegen, maar het midden extra hard beweegt. Nou, dat kan ik ook uh, laten zien. Dat ziet er dan namelijk uh, zo uit. Dit is mijn gitaarsnaar. Ik heb mijn lengte L gegeven. En uh, dit was de situatie die we net zagen. En wat er altijd moet gelden in de gitaarsnaar, is dat er links en rechts een knoop moet zitten en in het midden een buik. Welke golven passen hier nu in? Nou, de grootste golf heb ik hier dus al getekend. Uh, dat is de golf waarvoor geldt dat de golflengte precies... Twee keer zo lang is eigenlijk als de lengte van de snaar. Ik heb het hier andersom opgeschreven. De lengte van de snaar moet dan een halve golflengte zijn. Want van knoop naar buik is een kwart golflengte. En van buik naar knoop is nog een kwart samen een halve golflengte. Is het nou de enige golf die kan ontstaan in die gitaarsnaar? Nou dat is niet zo. Want er kunnen ook andere golven ontstaan. Zolang er maar geldt dat de uiteinden niet bewegen. Dus die twee lopende golven die moeten elkaar dan wel bij de uiteinden altijd precies uitdoven. Die moeten daar een tegenfase zijn. En ik kan het hier uh, laten zien met uh, deze. Dit is de eerste boventoon. Ik zal de twee afzonderlijke golven weglaten. Dit is de eerste boventoon die kan ontstaan in de gitaarsnaar. En wat er eigenlijk gebeurt vergeleken met de grondtoon, dat was deze, is dat er een buik en een knoop bijkomen. En je ziet ook, als je goed kijkt, dat de frequentie waarmee de deeltjes in de snaar trillen ook groter wordt. Dus de eerste boventoon heeft een hogere toon dan de grondtoon. Die heeft zelfs een precies twee keer zo grote toon dan de grondtoon. Omdat de golf die hierin past precies twee keer zo klein is. Nou, hetzelfde geldt met, de, dit is de tweede boventoon. Je ziet dat die nog sneller trilt. Drie keer zo snel als de grondtoon. En de golflengte die hiervoor zorgt is precies drie keer zo klein. Nou, dit kan ik ook uh, laten zien in de presentatie. Ik heb deze namelijk ook nog even uitgereikt. Dit was de eerste boventoon en dit kun je dus ook altijd uh, voor jezelf schetsen. En dan heb je links en rechts een knoop. Uh, in het midden, nu een extra knoop en twee buiken links en rechts van het midden. En dit treedt dus op wanneer de golflengte precies even lang is als de gitaarsnaar. Wat zou nou gebeuren als ik niet een gitaarsnaar bekijk, maar bijvoorbeeld een uh, flexibel latje die ik precies in het midden vasthoud en ik ga daarmee trillen? Nou, die kan ik hier namelijk ook kiezen. Ik kan uh, hiervoor uh, kiezen. En als ik nou dat latje zou gaan bewegen in het midden, heel langzaam zou gaan bewegen, dan kan ik die uiteindes gaan uh, laten trillen. En wat ik dan eigenlijk krijg. Is de grondtoon in dat latje. En als je uh, net doorhad wat er gebeurde bij uh, die gitaarsnaar, dan krijg je het hier ook wel door. Hier in het midden willen we nu juist geen beweging, hier zit de knoop, en links en rechts zit de maximale beweging, daar zitten twee buiken. Dit geldt niet alleen voor een latje, dit geldt ook voor een blaasinstrument die aan twee kanten open is. Dus een, uh, een blaaspijp bijvoorbeeld die aan twee kanten een open eind heeft. Ja, hoe ziet dat er dan uit als ik daar een tekeningetje van maak? Dan wordt dat zo. Ik heb het midden een knoop en aan de uiteinde twee buiken. De tekening is totaal anders en de beweging is ook anders. Maar wat wel hetzelfde is, is de lengte van de grondtoon. Want ook hier geldt, net als bij die gitaarsnaar, dat dit gebeurt wanneer de lengte van de buis of van het latje precies half zo groot is als de golflengte die gaat ontstaan. De volgende is uh, een afwijkende. Uh, ik wil het toch zeker wel even laten zien. Want uh, je hebt ook buizen die aan één kant open zijn en aan één kant gesloten zijn. Wat voor trilling, wat voor uh, staande golf moet ik eigenlijk zeggen, krijg ik daarin? Nou, dat ziet er zo uit. En het valt je al op misschien dat uh, de trilling een stuk lager is dan wat je net zag. Uh, de buis is uh, hier aan de rechterkant open en aan de linkerkant gesloten. En je ziet dus dat er uh, gaat ontstaan een, een staande golf waarbij ik hier een buik uh, knoop krijg. Sorry, aan de linkerhand een knoop aan de rechterkant een buik. En als je dat uh, zou tekenen, dan ziet dat er zo uit. Een knoop en een buik. Eén afstand van knoop naar buik is gelijk aan een kwart golflengte. Dus de lengte van die buis is altijd gelijk aan de kwart golflengte van de grondtoon. Dan wil ik je ook nog even laten zien hoe ziet dan de eerste boventoon eruit? Dat kan ik hier vrij makkelijk laten zien door hierop te klikken. En ook hier zie je weer uh, het enige verschil wat je krijgt is dat er een buik en een knoop bij komen. Dus ik krijg nu knoop, buik, knoop, buik. Wat wel echt anders is, vergeleken met uh, bijvoorbeeld de gitaarsnaar of een buis die aan twee kanten open is, is uh, de frequentie van de eerste boventoon. Want die frequentie van de eerste boventoon die is nu precies drie keer zo groot dan de frequentie van de grondtoon. Omdat ook de lengte van de. Uh, golflengte die er hier in past drie keer zo klein is geworden. Tot slot wil ik nog even laten zien hoe ziet dat er dan uit uh, als je te maken hebt met een uh, longitudinale golf. Want tot nu toe heb ik eigenlijk alleen maar transversale golven laten zien. Even terug naar de grondtoon. Dit is de grondtoon. Uh, want bij uh, blaasinstrumenten heb ik te maken met een geluidsgolf die door de buis heen beweegt. En de geluidsgolven zijn longitudinaal. Ja, dat ziet er dan uh, zo uit. Je ziet hier eigenlijk de, de luchtdeeltjes. En het uh, beweegt natuurlijk heel langzaam en daarom uh, dat je even goed moet kijken. Plus, en dat is een foutje van de applet, het plaatje zie je nu uh, omgekeerd. Hier zit de knoop en daar zit de buik. Maar je ziet nu dat uh, wat die luchtdeeltjes doen is eigenlijk op en neer bewegen en hoe dichter ze in de buurt van het open einde zitten. Dus, dus in dit geval aan de linkerkant, hoe groter de amplitude is waarmee ze bewegen. En aan de rechterkant zit een knoop en bij de eerste harmonische trilling uh, zien we hier ook weer aan de rechterkant een knoop? In het midden een buik, hier ergens weer op twee derde een knoop en aan het uiteinde moet ook weer altijd een buik zitten.